dames en heren, welkom terug bij Couture.com. Mijn naam is Nisa Chanchan en wij zijn vandaag aanwezig bij het VAT. Het VAT is best wel bekend onder de toeristen en eigenlijk gewoon heel Suriname. De reden dat wij nu eigenlijk hier aanwezig zijn is omdat voetbal bezig is. Barcelona tegen Lyon. Als ik het goed heb uitgesproken, want ik ben totaal niet met de voetbal, maar de gezelligheid zit er zeker in. Wij gaan straks een korte interview doen met de manager van het VAT en wij nemen jullie gewoon mee. Hier staat ze dan, de manager van het VAT. Welkom Natasja. Hi, hallo. Hoe lang werk je eigenlijk al bij het VAT? 2,5 jaar. Oh, dat is best wel, ja, eigenlijk kort maar best wel. Ja, klopt. Ja, en hoe komt dat? Hoe ben je hierbij terechtgekomen? Ik heb eerst natuurlijk in Nederland gewoond, vanaf het klein meisje eigenlijk. En ik wilde heel graag weer terug, weet je, naar mijn geboorteland. En eigenlijk hier ook de rust weer terugvinden. En dus toen ben ik hier gekomen. Oh, ja. Gelijk werken bij het VAT? Gelijk werken, ja. Was je al bekend bij het VAT? Ja. Ja, jazeker, jazeker. Als toerist? Als toerist, sowieso. Ja, sowieso als toerist. Ja. Nou, dan wil ik even wat meer over het VAT weten. Ja. Want het is zo'n bekende spot hier in Suriname. Ja. Ja. Hoe lang bestaat het VAT eigenlijk al? Het VAT bestaat 37 jaar. Wauw. Ja, 37. En eigenlijk zijn ze begonnen als eerste met een kleine broodjeswinkel. Dat was als eerste, was dan hier. En van daaruit een ijsjewinkel ernaast. En zo is het langzaam. Als nu? Als ja, een café, een leuk gezellige. Ja, Grand Café, hè? Dat noemen we het ook wel eens, hè? Grand Café. En de eigenaar die dit heeft bedacht en op heeft gezet, is die nog steeds werkzaam? Die is niet werkzaam, maar die is er wel. Ja, die is er wel. Oh. Ja, die is er nog steeds. Nou, jullie zijn vooral bekend bij de toeristen. Iedereen in het buitenland kent het VAT. Hoe vinden jullie dat eigenlijk? Nou, geweldig. Ja, geweldig. Want sowieso is het VAT, wat ik het leuk aan het VAT vind, we hebben natuurlijk niet alleen de buitenlanders, maar we hebben ook natuurlijk heel veel lokaal. Ja. En dat vind ik wel leuk. Ja. Weet je wel, vaak zegt men van het VAT is duur. Nou, het valt echt wel mee als je vergelijkt met andere zaken. Dus dat vind ik wel leuk. Het is een mengelmoes van alles. Ja, een gelijkwaardigheid, noem ik dat. Ja, en dat vind ik wel mooi. Nou, jullie hebben ook natuurlijk vaak dat mensen hier helemaal hier naartoe komen als het bijvoorbeeld voetbal is. Ja, klopt. Zijn er nog meer dingen? Voetbal, salsa-avonden. Vooral met de maand december is het natuurlijk één groot feest hier. En dan hebben we natuurlijk ook de buitenfeesten, de straatfeesten. Ja. Wat gekoppeld is aan het VAT. Ja. Met hele leuke artiesten die hier komen optreden. En het is gewoon verschillende soorten feesten, laten we het zo zeggen. En om de twee maanden hebben we natuurlijk boven de ethies. En ook hartstikke leuk. Ja, superleuk. Ja, ook alleen maar goede dingen. Ja. Wij zijn dan bijna elke avond zijn wij hier om gezelligheid op te zoeken. Want dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Dan nog wat, hè, want jullie zijn echt best wel divers. Hè? Jullie hebben ook eten. Ja. En hoe zit het met de koks? Want het is best wel eten is best wel lekker. Ja, ja. Wat koks betreft, we hebben natuurlijk niet alleen één kok, hè, maar we hebben dus verschillende. Dat is vrij uitgebreid. En het eten is natuurlijk, je merkt het zelf ook, hè, we hebben natuurlijk niet alleen patat, maar we hebben ook de Surinaamse gerechten. En iedere zondag hebben we natuurlijk de Serenang Patu. Ja. En het is echt speciaal Surinaamse gerechten. Weet je wel, een pindasoep. Zodat je de Surinaamse cultuur weer terugvindt. Juist, ja. En dat vinden wij toch wel belangrijk. Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd, hoe reageren de toeristen, de buitenlandse toeristen eigenlijk op jullie? Kijk, van de lokaal weten van, die zijn gewoon trots dat jullie hier zo staan. Maar hoe reageren de toeristen hierop? Nou, eerlijk moet eerlijk zijn. De toerist, het eerste wat de toerist eigenlijk... het eerste wat ze doen is hier het VAT. Ja. En dan komen ze met hun telefoon. Van, klopt het wel? Waar ik ben, zit ik wel goed? En we horen alleen maar leuke dingen. Dus alleen maar positieve reacties. En heel vaak vragen ze van, goh, dan willen ze nog niet eens in het menukaartje kijken. Maar dan vragen ze van, wat is nou echt iets Surinaams? En dan hebben ze één keer de pom geproefd. En dan is het van, volgende dag, mag ik weer pom? En dan met alle soort variaties doen ze het, toch? Met nasi willen ze het, anderen willen het met patat. Je wil niet weten. Nou, dat is wel leuk, hè? Dat hun gewoon die combinatie doen. Combinatie doen ze gewoon. Ja, super. Nou, wat mij ook opviel, wat ik ook onwijs leuk vind, jullie hebben best wel een jong team, hè? Ja. Doen jullie dat bewust? Ja en nee. De jongeren van, wat mijn ervaring is, hoor, tenminste hoe ik het zie, die willen heel graag werken. En heel veel die hier zijn, die zijn allemaal in het toerisme. Toerisme of een universiteit, die wat bij willen verdienen. Maar de toerisme, die toerisme volgen, die hebben liever dat ze hier werken, zodat ze de ervaring al kunnen opdoen. En dat vind ik wel mooi, want
De jongeren die kan je vormen, hè? Je kan ze kneden. Klopt. En ze zijn nieuwsgierig, ze zijn gedreven. Er zit zoveel energie en het is gewoon heel mooi om te zien. Ook hoe ze binnenkomen en hoe ze er op een gegeven moment na een aantal jaren zeggen van goh, mevrouw Natas, helaas. Ja. We moeten afscheid nemen. Oh, ja. En dat is echt eigenlijk het moeilijkste wat wij als team vinden. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ja. Hey, hoe ziet de toekomst er voor het VAT uit? Blijft het nog zo? Komen er nog veranderingen? Er komen nog veranderingen, maar dat mag ik nog niet verklappen. Oh, wat jammer! Ja. Nou, we houden jullie wel in de gaten, want ik ben wel benieuwd naar die veranderingen. Het wordt fantastisch. Oh, geweldig. Dus mag ik nog even niet verklappen. We zijn benieuwd, we houden het VAT in de gaten. Het kan deze week gebeuren, volgende week. Maar en dan hoop ik dat jullie er nog zijn. Dus, We gaan ons best doen. We gaan gewoon elke avond even kijken of er al wat veranderd is. Gewoon alleen maar om te piepen. Ja. Nou, nog één ding. Welke dagen is het meest druk bezochte dag bij jullie? Het minst bedoel je? Nee, het meest. Het meest. Het begint eigenlijk bij de donderdag, vrijdag en de zaterdag. De weekenden. Ja, ja, eigenlijk begint het stappen begint naar donderdag. Ja. En dan is het druk. Dan is het echt druk. Dat merk je eigenlijk ook, hè? Want dan is het ook vol. Dan heb je natuurlijk ook mensen van Torarica die vooral hier naartoe komen. Ja, ja, klopt. Nou, geweldig. Ik vind het VAT heel erg leuk. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Tegen de mensen thuis wil ik zeggen, nou weet je, koffers inpakken, hup naar Suriname, naar het VAT. Leuk. Dankjewel voor deze korte interview. Alsjeblieft. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Een korte reportage van het VAT. Ik wil hun ook hiervoor bedanken. Hou couture.com in de gaten. Wij zijn op Facebook te bereiken. Wij zijn op Instagram op te bereiken. En we hebben een YouTube-app, wat ik altijd zeg, waar ik altijd mee afsluit. We hebben ook een YouTube-kanaal. Die kun je ook abonneren. Verder rest zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. Mijn naam is Isa Chanchel en vanuit Suriname, namens couture.com, een hele fijne dag verder.